Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Actieve wolken liggen ver bij Nederland vandaan. En dat betekent dat we vandaag een rustige dag hebben. Met vooral ook veel zonneschijn. Misschien in de ochtend in het oosten nog een laatste wolkenveldje. Maar veel stelt dat niet voor. Temperaturen liggen in de ochtend rond de graad of 12. Vanmiddag klimt het kwik naar boven de 20 graden. Het wordt 20 tot 22 graden volop zon. En een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Langs de kust kan de wind af en toe windkracht 4 bereiken. Maar verder dus een kalme dag. Met vanavond van het noorden uit wel meer bewolking. Eh, temperaturen dalen in de avond naar een graad of 16. De wind neemt iets af en begint wat meer naar een westelijke richting te draaien. De wolken breiden zich in de nacht over het land uit. En ook morgen hebben we meer wolkenvelden. Lokaal een spatje regen of motregen is niet uitgesloten, vooral niet in de ochtend. En het wordt morgen 15 graden met later op de dag weer wat meer zon. De wind is noordelijk geworden van richting. De zaterdag dan, een rustige dag met niet te veel wind, wolkenvelden en wat zon, 15 graden, zondag een graadje erbij. En maandag is de kans op neerslag duidelijk wel groter. Ook dan schijnt af en toe de zon en dan halen we maar maximaal van 12 tot 14 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.